Een delegatie van de Organisatie van Inheemse Volken in Suriname, OIS, heeft vandaag een document met 10 wetsvoorstellen aangeboden aan de voorzitter van de Nationale Assemblée. Stephen Yakaumo, jurist van het technisch team van de organisatie, hoopt dat met het voorstel het parlement meer middelen heeft om te werken aan wetgeving ter erkenning van grondenrechten van inheemse en tribale volken. De goedkeuring van de United Declaration on the Rights of Indigenous People, artikel 103 en 4, biedt die oplossing. Omdat er een overeenkomst is van landen van een volkenrechtelijke organisatie. En daar is onze rechten in vervat. We hebben ook meegenomen de American Declaration on the Rights of Indigenous People van de OAS, dat ook een overeenkomst is van landen waar onze rechten zijn vervat. Dat beter en dat uitgebreider is dan de UNDRIP. We hebben meegenomen de goedkeuring, vragen we goedkeuring van de Eskasi Agreement, waarin de rechten van de mensen die opkomen voor onze rechten en de milieuverdedigers worden beschermd. En niet dat ze worden opgepakt, vervolgd en gestraft. Dat ze recht hebben op informatie. Dat de volken recht hebben op milieuinformatie. En alles wat betrekking heeft op het milieu. Yakaumo zegt dat er zelf betere oplossingen voor de overheid zijn opgenomen in de wetsvoorstellen. Parlementsvoorzitter Marinus B. is blij met de voorstellen die het parlement een eindje op weg kunnen helpen in de totstandkoming van wetgeving. Maar wij hebben gezegd we zijn bezig met die raamwetten. Maar er zijn een aantal andere wetten die we nog moeten maken. En om voortvarende zaak aan te pakken, zijn de deskundigen bezig. We hebben zelf een sollicitatieoproep geplaatst voor mensen, deskundigen, om zich aan te melden om ons te helpen. Omdat we ervan uitgaan, we hebben niet alle wijsheid in pak. Ja? Dus dit is een maatschappelijk vraagstuk en we willen het met z'n allen oplossen. Dus voor ons bent u geen tegenstander. We zijn medestander in deze om dit probleem op te lossen. B. heeft de delegatie gevraagd om de kracht van de voorouders op te roepen in het traject naar totstandkoming van de wetgeving. Hij stelt dat de petities en de roep van de inheemse gemeenschap ervoor hebben gezorgd dat DNA werkt aan de grondenrechten van inheemse en tribale volken.